Zak met de verloren zon, mag ik het zo zeggen? Ja, het is hoe je het wil noemen. Ik bedoel, ik heb hier natuurlijk een hele goede tijd gehad. En ik merkte toch wel dat ik het voetbal begon te missen. En toen een beetje contact gezocht met Nico en ja, zodoende weer aangesloten bij de groep, bij de club. Ja, en even voor de duidelijkheid, toen je afscheid nam, toen bespeurde ik bij jou wel iets van, dit is niet definitief. Ja, ik ben eigenlijk te veel voetballer om te zeggen van, ja, ik gooi ik hang de voetbalschoenen helemaal aan de wilgen. Ik heb er wel goed over nagedacht. Bepaalde dingen kunnen afsluiten. Maar ik miste het voetbal gewoon best wel erg en ja, zodoende ben ik teruggekomen. Ik zag tijdens je afscheid ook dat het je echt raakte. Ja, zeker. Ik heb hier een hele goede tijd gehad. Echt hele goede banden opgebouwd met bepaalde mensen. Ik vind het gewoon jammer dat ik op deze manier moest weggaan. Dat had ik zelf ook niet gehoopt, maar ja, soms gebeuren dingen. En dan is het even niet anders. Ja, ik ben toch gelukkig weer terug. Zijn er ook al afspraken gemaakt over volgend seizoen of het is puur dit seizoen tot nu toe? Ik heb in eerste instantie aangegeven dat ik even het plezier wil terugvinden in het voetbal. En dat ik daarnaast voor volgend seizoen nog alle opties even openlaat. En die keuze hebben ze ook gerespecteerd. Dus, Ja, en dan vandaag tegen goede ploegen, Alverse Boys. Start je in de basis. Ligt er dan gelijk ook een beetje druk op je schouders? Ja, ik had het eerst in eerste instantie niet aanzien komen. Ik had verwacht dat ik op de bank zou beginnen. Maar ja, als de trainer dat aangeeft, ja, dan moet je daarop anticiperen. Dus dat heb ik gedaan. Ik kon merken dat ik wel echt voetbalwedstrijdritme mis. Maar ik ben nu aangesloten, dus ik doe echt mijn stinkende best om zo snel mogelijk aan te haken bij de groep. Dus Even voor de duidelijkheid, hoe lang ben je inmiddels in training? Ik heb twee, drie trainingen gehad en een wedstrijd tegen Rolde Boys. En ja, vandaag deze wedstrijd. Ja, dan kun je weinig verwachten, hè, als je een half jaar uit de running bent geweest. Ja, ik heb echt 6 maanden niks gedaan. Echt wat betreft voetbal helemaal niks gedaan. In de sportschool meer op krachttraining gefocust, maar niet echt het intervaltraining wat je op de voetbal, wat je met de voetbal hebt. Dus daar ga ik de komende maanden aan werken. Hoe kijk je nou terug op die helft die je vandaag gespeeld hebt? Ik ben niet heel erg tevreden over mijn eigen spel. Ik had heel veel balverlies. Ik merkte dat ik gewoon conditie tekort kwam. Maar ja, dat is ook een puntje om aan te werken. Dus ik bekijk het positief. Ja, en de positie was natuurlijk ook even weer wennen, hè? Want op een gegeven moment de laatste wedstrijden, vorig seizoen ook, stond je als back, het hele seizoen, nu voorin. Ja, ik geef de voorkeur liefst ook aan de positie aan de zijkant, zeg maar, waarbij ik lekker veel kan opkomen. Ja, nu kon ik niet te veel naar de zijkant toe, omdat Thomas Reijnders daar natuurlijk ook staat. Je moet het doen naar trainen in neerzet en dat heb ik gedaan. Dat heb ik proberen zo goed mogelijk in te vullen, maar nog niet helemaal tevreden. Kortom, de brommer is weer uit de schuur. Ja, als jij dat zegt, ik doe mijn best. We zullen het de aankomende tijd zien.